in 1996 studeerde ik af als orthopedagoog. En ik studeerde af in de afstudeerrichting moeilijk opvoedbare kinderen. En het duurde eigenlijk best wel een poosje voordat ik me realiseerde dat de titel van die afstudeerrichting eigenlijk heel raar is. Moeilijk opvoedbare kinderen. Kinderen die je moeilijk op, op kunt voeden. Als onderdeel van mijn opleiding ging ik stage lopen in zo'n instelling voor die moeilijk opvoedbare kinderen. En als beginnend orthopedagoog las ik de dossiers van de kinderen die op de groepen woonden van de instelling waar ik stage liep. En wat me opviel was dat veel kinderen in hun jonge leven al heel veel hadden meegemaakt. Sommige kinderen waren opgegroeid in verwaarlozen omstandigheden. Sommige kinderen waren slachtoffer geweest van kindermishandeling of hadden huiselijk geweld of misbruik, seksueel misbruik meegemaakt. En wat me ook opviel, voor zover ik me herinner, was dat er eigenlijk nergens in die dossiers een verband werd gelegd tussen wat die kinderen hadden meegemaakt. en de reden waarom ze op die groep woonden in die instelling? En ik denk dat die dingen die ze hebben meegemaakt. traumatiserend voor ze kunnen zijn geweest. En het was raar om te merken dat dat moeilijk opvoedbare. eigenlijk zomaar uit de lucht leek komen te vallen. Kinderen kunnen in hun leven veel meemaken: leuke gebeurtenissen, spannende gebeurtenissen. Ingrijpende gebeurtenissen. En gelukkig zijn niet alle ingrijpende gebeurtenissen ook meteen traumatiserend. Kinderen hebben over het algemeen veel veerkracht, en daar kom ik later ook nog op terug. Wat we wel weten is dat er een aantal factoren is dat het risico op het ontwikkelen van traumaklachten na het meemaken van zo'n ingrijpende gebeurtenissen vergroot. En een eerste factor is een jonge leeftijd of een jonge ontwikkelingsleeftijd. En gek genoeg hebben we met z'n allen heel lang gedacht dat juist die jonge leeftijd of die jonge ontwikkelingsleeftijd een beschermende factor was. We dachten dat jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking toch niet begrepen wat ze meemaakten. En het ook niet zouden onthouden. Dus het zou ook geen gevolgen voor ze hebben. Helaas. De wetenschap en zeker ook de praktijk waarin ik werk laat zien dat het tegenovergestelde het geval is. Jonge kinderen lopen en mensen met een verstandelijke beperking lopen een groter risico om bijvoorbeeld slachtoffer te worden van kindermishandeling of seksueel misbruik. Daarnaast is het zo dat jonge kinderen veel minder mogelijkheden hebben en mensen met een verstandelijke beperking ook veel minder mogelijkheden hebben om datgene wat ze meemaken ook goed te verwerken. Bovendien is het zo dat op die jonge leeftijd, in die eerste kinderjaren of eerst de eerste levensjaren van een kind, de hersenen zich in een echt enorm hoog tempo ontwikkelen. En die hersenen die ontwikkelen zich op basis van de ervaringen die kinderen opdoen. En die ervaringen die leren kinderen hoe die hersenen zich het beste kunnen ontwikkelen. Kunnen die, moeten die hersenen zich voorbereiden hè, op een toekomst waarin het kind kan vertrouwen op anderen, hè, waarin het zich veilig kan voelen en op, kan, op zichzelf kan vertrouwen? Of leren de ervaringen die die kinderen opdoen. Dat ze eigenlijk in een onveilige wereld terechtkomen. Dat ze altijd alert moeten zijn op gevaren en niet op anderen kunnen vertrouwen. Terug naar die factoren die het risico op het ontwikkelen van trauma na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen vergroten. Een tweede factor is de aard van de gebeurtenis. Wat we weten bijvoorbeeld is dat als je getuige bent of slachtoffer bent van een geweldsincident, hè, geweld tussen mensen. Het risico op het ontwikkelen van trauma of traumaklachten groter is dan wanneer je getuige of slachtoffer bent van een verkeersongeluk met hetzelfde letsel. Geweld tussen mensen tast ons vertrouwen of het gevoel van veiligheid veel meer aan. Een derde factor die het risico op trauma vergroot, is het ontbreken van een hechtingsfiguur. En een hechtingsfiguur is iemand in de omgeving van het kind, de ouder of een andere belangrijke volwassene die voor het kind zorgt, waar het kind op kan vertrouwen en die het kind kan helpen om na een ingrijpende gebeurtenis zich weer kalm en veilig te gaan voelen. En een vierde factor is, is, het, is het gebrek aan sociale steun kort na een ingrijpende gebeurtenis. En die twee laatste factoren die zou je ook kunnen omdraaien. De aanwezigheid van een hertingsfiguur, iemand die het kind kan helpen om zich weer veilig en rustig te voelen, en de aanwezigheid van sociale steun snel na die ingrijpende gebeurtenissen vormen een belangrijke buffer voor trauma. Wat weten we nou over de gevolgen van het meemaken van traumatische gebeurtenissen? Om dat te begrijpen is het handig om iets te weten van wat er in onze hersenen gebeurt op het moment dat we zo'n ingrijpende gebeurtenis meemaken. In onze hersenen, zowel bij kinderen als bij volwassenen, zit een soort alarmsysteem. En dat alarmsysteem, de amygdala, die zorgt ervoor dat op het moment van een ingrijpende, dreigende gebeurtenis, bedreigende gebeurtenis, alles goed wordt opgeslagen. Dus ben je bijvoorbeeld een keer heel hard gebeten door een hond en was dat heel angstaanjagend, dan slaat die amygdala op dat alles wat eruit ziet als een hond, wat klinkt als een hond, wat ruikt als een hond, potentieel gevaarlijk is. Die hond wordt een trigger. Wat, wat er dan gebeurt op het moment dat je weer een keer een hond tegenkomt, of je hoort een hond blaffen, he, of je, uh, je ziet een hond, dan maakt die, uh, dat alarmsysteem in de hersenen, die zorgt ervoor dat je extra alert bent. He, dat alarm gaat af en dat zorgt ervoor dat je kunt reageren met een stressreactie. En die stressreactie die helpt jou om die situatie goed te overleven. En op die manier helpt ons brein ons om eigenlijk het, hè, onze kans op overleven in, in de wereld zo optimaal mogelijk te maken. En ik wil jullie graag een en ander uitleggen aan de hand van het voorbeeld van Soraya. Soraya is een meisje van zeven jaar en ze zit in groep vier van de basisschool. De leerkracht van Soraya die maakt zich veel zorgen over haar. Soraya is heel beweeglijk, die kan niet zo goed op de stoel zitten. Ze kan zich ook niet goed concentreren en is heel onrustig. Ze reageert voortdurend op wat andere kinderen doen... En tegelijkertijd kan ze zich soms opeens ook helemaal afsluiten, alsof ze eigenlijk niet meekrijgt wat er onderheen gebeurt. Samenspelen met andere kinderen gaat moeilijk, want die vinden haar te bazig en te bepalend. En soms kan ze heel heftig reageren op iets wat er gebeurt, bijvoorbeeld als er een mannelijke leerkracht de klas in komt. En wat we ook weten van Saraya, is dat ze op school onder geen beding naar de wc wil. Ze draagt de luiers. De leerkracht van Soraya die weet dat de ouders van Soraya zijn gescheiden toen ze ongeveer twee jaar was, en de leerkracht weet ook dat de moeder van Soraya daarna hertrouwd is met een andere man. Wat de leerkracht niet weet, is dat Soraya in de eerste twee, leven, twee jaren van haar leven heel vaak getuige is geweest van huiselijk geweld. Regelmatig was er heftig, waren er heftige ruzies tussen ouders en vader kon daarbij heel veel geweld gebruiken. En de politie is er vaak aan te pas gekomen. Toen Soraya twee jaar was, is haar moeder met haar gevlucht... en kort daarna zijn ouders uit elkaar gegaan... en moeder is uiteindelijk inderdaad hertrouwd met een andere man. Ik had het net over dat alarmsysteem in de hersenen. En ik wil jullie daarvan iets uitleggen aan de hand van Soraya. Toen Soraya nog maar een babytje was... legde haar moeder haar heel vaak in een maxicosi. In de wc. En moeder die deed dat op de momenten dat ze verwachtte dat haar man dronken thuis zou komen en dat er ruzie zou zijn. En moeder die hoopte eigenlijk dat ze op die manier Soraya zou kunnen beschermen tegen die ruzie's. En ze hoopte dat Soraya rustig door zou kunnen slapen in de wc. Maar Soraya werd, ondanks dat ze zo ver van het geluid af was, toch vaak wakker van het angstaanjagende geschreeuw van haar ouders. En vaak moest ze dan heel hard huilen. En soms hoorde haar moeder haar huilen en die wilde naar haar toe gaan. Maar de vader van Soraya belette moeder om haar naar Soraya te laten gaan. Eén keer sloeg de vader de moeder van Soraya bewusteloos. En vader verliet daarna het huis. De buren hoorden Soraya lange tijd hard huilen en zij belden de politie. En de politie die kwam en die trof de moeder van Soraya bewusteloos op de vloer. En na even zoeken vonden ze Soraya in die maxicosi op de wc. En het duurde best even voordat ze contact konden krijgen. Het leek alsof Soraya helemaal van de wereld was afgesloten. Wat er op dat moment gebeurd is, is dat de amygdala van Soraya een koppeling heeft gemaakt tussen de wc of de geur van de wc en gevaar. Dus elke keer daarna als zij. De geur van de wc ruikt of een wc ziet, dan geeft dat alarmsysteem een alarm af. Waarna er een stressreactie ontstaat en alles in haar zich verzet tegen het naar de wc gaan. Soraya was een babytje toen die koppeling werd gelegd. Die hersenen kunnen op die leeftijd wel die koppeling leggen, maar het wordt niet opgeslagen in een talig of expliciet geheugen. Dus het is niet zo dat Soraya later kon zeggen: van, Nou, dat komt omdat ik toen op die wc dat allemaal meegemaakt heb. De moeder van Soraya. Die had op dat moment ook niet en later ook niet een verband kunnen leggen. of die wist niet dat dat met elkaar te maken kon hebben. Pas toen Soraya zindelijk werd, merkte moeder wel dat ze niet naar de wc wilde. Ze kon overal in huis op het potje plassen, maar niet op de wc. En ook toen Soraya naar school ging, plaste ze de eerste paar dagen nog ergens in een hoekje van de klas. en toen heeft moeder haar maar weer luiers aangedaan. Wat belangrijk is in dit voorbeeld van Soraya. Is dat die kleine Soraya heel veel stress ervaarde, maar er niemand was die haar kon helpen om die stress te reguleren. Dat wil zeggen, om haar weer kalm en veilig te laten voelen. En kinderen die in zo'n situatie opgroeien, waar veel stress is, langdurige stress is, zonder dat er volwassenen zijn die het kind kunnen helpen om zich weer rustig en veilig te voelen, die ontwikkelen toxische stress. Nou, toxische stress, dat klinkt niet goed en dat is het ook niet. Stress op zich is gezond. Als je iets moet doen wat heel spannend is of waar veel van afhangt, dan kan stress ervoor zorgen dat je net wat alerter bent of net wat harder kunt lopen of net wat beter kunt zwemmen als je voor je zwemdiploma opgaat. Dat noemen we positieve stress. Ook als stress langer aanhoudt, dan kunnen de meeste kinderen dat goed verdragen. Mits ze de steun hebben van volwassenen. En we noemen dat verdraagbare stress. En die verdraagbare stress, dat wordt eigenlijk toxische stress. op het moment dat die stress maar aanhoudt. en er niet die volwassenen zijn om dat kind te helpen om zich weer kalm en veilig te voelen. Wat kunnen we nou doen op het moment dat je weet. dat iemand die zoveel traumatische ervaringen heeft opgedaan. of bij iemand bij wie sprake is, een kind waarbij sprake is van toxische stress. hoe kunnen we die nou het beste helpen? Wat we dan kunnen doen, is op een trauma-sensitieve manier begeleiden of lesgeven. En heel vaak als we eh, kinderen kennen of betrokken eh, zijn bij kinderen waar we ons zorgen maken over het gedrag, dan stellen we ons als eerste de vraag, wat is er met dit kind aan de hand? En op zich is dat natuurlijk helemaal geen verkeerde vraag. Maar wat ik wel vaak meemaak, is dat het dan heel erg gefocust wordt op, van, nou wat is er nou aan de hand? Hè? Wat is het nou? Zou Soraya misschien ADHD hebben? Ze is onrustig, ze is impulsief, ze kan zich niet goed concentreren, ze kan niet stilzitten. Beter kunnen we misschien de vraag stellen: wat heeft een kind meegemaakt? Welke ervaringen heeft het kind opgedaan en wat heeft het daar mogelijk van geleerd? Nu we weten van Soraya. Dat ze op de wc het geweld tussen haar ouders heeft gehoord en daar heel veel stress van heeft ervaren, kunnen we begrijpen dat die wc een trigger is geworden die voor haar voor heel veel stress zorgt. Dus we begrijpen ook dat zij zich verzet tegen het naar de wc gaan. Als je in de klas van Soraya zou kijken, dan zullen de meeste kinderen vertrouwen hebben in de leerkracht. Ja, die zullen de verwachting hebben dat die leerkracht hen kan helpen en dat die er voor hen is als ze zich verdrietig voelen of als ze iets heel moeilijk vinden. Maar de kans is groot dat Soraya en andere kinderen die dat soort ervaringen thuis hebben meegemaakt, een andere verwachting hebben van de leerkracht. Soraya die denkt misschien anderen kunnen mij niet helpen, die juf ook niet, die zal mij niet steunen. En misschien kan Soraya ook nog wel de verwachting hebben dat die andere, de juf, misschien ook wel gevaarlijk voor haar is. En als begeleider of als leerkracht helpt het je om dat te weten. Het helpt je omdat je dan beter begrijpt waar het gedrag vandaan komt, maar ook dat je, dat je het niet zo persoonlijk hoeft aan te trekken. Traumasensitief begeleiden betekent dan wel, of lesgeven, betekent dan wel dat je je moet verdiepen in wat een kind heeft meegemaakt en je vervolgens ook af moet vragen wat het daaruit geleerd kan hebben. En als je meer weet over wat een kind heeft meegemaakt, dan kan je het gedrag van een kind door een traumabril bekijken. He? En bijvoorbeeld, de, de, de schoolpsycholoog heeft samen met moeder naar het gedrag van Soraya gekeken. En heeft op die manier hebben ze samen uitgevogeld dat het verzet van Soraya tegen de wc. misschien wat te maken heeft met die ervaringen die ze als baby heeft opgedaan op de wc. En vervolgens heeft de leerkracht met moeder een plannetje gemaakt. Hoe ze Soraya konden uitleggen waar die angst voor de wc of het verzet tegen de wc vandaan kwam. En dat ze goed konden begrijpen dat ze er bang voor was. En hoe ze haar konden helpen om het naar de wc gaan voor haar weer veilig te maken. Traumasensitief begeleiden of lesgeven betekent ook dat je je niet zozeer focust op hoe kunnen we dat probleemgedrag nou verminderen. Maar veel meer je richt op hoe kunnen we de stress verlagen die een kind ervaart. Natuurlijk kan je het doel hebben dat een kind uiteindelijk leert om, zich, hè, om rustig te reageren, om niet met dingen te gaan gooien, of niet te gaan slaan, of niet weg te lopen. Maar als je weet dat het gedrag van een kind voortkomt uit een stressreactie, dan is het veel zinvoller om je in eerste instantie te richten op het verlagen van die stress. En veel kinderen en jongeren die ik in behandeling heb, of waar ik mee te maken heb, die vinden het eigenlijk ook heel fijn dat ze worden uitgelegd Waar die stressreactie of dat hun gedrag te maken kan hebben met een stressreactie. Ze weten zelf meestal ook wel hè, dat ze hun gedrag niet goed onder controle hebben. En ze vinden dat ook heel vervelend. En het kan ze enorm helpen als iemand anders ze uitlegt waar dat gedrag mee te maken heeft. En dat het niet is dat ze gek zijn of dat ze heel vervelend zijn, maar dat hun lijf reageert op een signaaltje uit het brein, hè, op basis van iets wat ze eerder hebben geleerd. Ik zeg daar ook altijd bij dat het bewijst dat het brein heel goed werkt. Hè? Dus dat ze super toffe en goede hersenen hebben. Je kunt ook samen met kinderen of met jongeren een plannetje maken over hè, wat zijn dat dan voor dingen waarbij jou de stress door oploopt. En wat helpt jou om die stress weer te reguleren, zodat je je weer veilig en kalm gaat voelen. En dat kan heel verschillend zijn. Dus je moet wel wat maatwerk doen. Waarbij het ene kind een hand op de schouder ervoor kan zorgen dat het kind zich rustiger kan voelen. Kan voor het andere kind die stress juist oplopen, omdat het zich onveilig voelt door die hand op die schouder. Dus je zal altijd moeten kijken wat voor dat kind het meest belangrijk is. Wat je ook kunt doen, en wat we eigenlijk bij hele jonge kinderen al vanzelf doen, is co-reguleren. Als een baby of een peuter of een kleuter heel verdrietig is, of heel boos is, of heel erg gefrustreerd is. Dan weten wij met z'n allen wel dat we dat babytje of die peuter of die kleuter moeten helpen om zich weer rustig te voelen. We kunnen een kind misschien even op schoot nemen, even troosten of even een liedje zingen en het vervolgens weer op weg helpen, zodat het weer de draad op kan pakken. Kinderen die jong in hun leven veel stress hebben meegemaakt en weinig, waarbij een gebrek is geweest aan volwassenen die ze konden helpen om die stress en die emoties te reguleren. Die hebben eigenlijk de kans gemist om die vaardigheid van emotieregulatie en stressregulatie te ontwikkelen. En tegelijkertijd zullen zij zich veel vaker overspoeld voelen door heftige emoties dan andere kinderen. Ja, waar voor andere kinderen de wc gewoon de wc is, is voor Soraya de wc een, een trigger geworden die bij haar de stress heel erg doet oplopen. Dus zij zal veel sneller, net als andere getraumatiseerde kinderen, overspoeld worden door heftige emoties. Dus ook al zijn de kinderen en jongeren geen baby of peuter of kleuter meer, ze hebben nog steeds die volwassenen nodig om hen te helpen die emoties en die stress te reguleren. Kinderen zijn over het algemeen heel veerkrachtig. Maar het aanhoudende stress en het ontbreken van steun van belangrijke volwassenen zorgt ervoor dat de veerkracht afneemt. Andersom weten we ook dat als kinderen zich gesteund en gezien en gehoord voelen, dat die veerkracht kan toenemen. We weten uit onderzoek dat getraumatiseerde kinderen die minimaal één, één stabiele relatie hebben met een veilige volwassene, dat de prognose daarvan veel beter is. Dus dat die een betere toekomst tegemoet gaan. En die volwassene, dat kan eigenlijk elke volwassene of professional uit het leven van dat kind zijn. Jullie kunnen allemaal een verschil maken in het leven van getraumatiseerde kinderen. Dank jullie wel.